Yo mensen van het ETG, ik ben Zeed en vandaag zijn wij in Rotterdam om te kijken of de mensen hier in Rotterdam weten wie Sophie Nielsink is. Jullie kennen hem vast wel, zo niet. Sophie is een YouTuber met iets meer dan 200.000 abonnees. Maar hoeveel van die 200.000 abonnees wonen er in Rotterdam? Daar gaan we achter komen. Wil jij nou meedoen aan een hele gave giveaway? Ik kom hier aan mijn woorden. Dan moet je zeker deze video blijven checken tot het einde, want ik heb wat speciaals voor jullie. So, let's go. Ken je toevallig deze persoon? Nee, man. Een Dutch. Nee. Ja. Dat is ook... Nog niet zeggen. Shhh. Ja, een vrouwelijke persoon. Misschien wel een filmster. Ik denk wel een lief meisje of zo. Ja, ook wel een lief meisje. Tevreden. Hoe bedoelt u tevreden? Hoe ze kijkt en ze ziet er vrolijk uit. Ik denk dat het een aardig persoon is. Ja hoor. Wat kunt u nog meer uitmaken van deze foto? Geen idee wie het is. Dan ga ik jou even irriteren? Nog niet zeggen wie het is? Ik denk wel een aardig persoon. Gewoon vriendelijk, positief. Wat voor werk zou ze doen? Business, iets in de business. Ik denk de schoolacademie van film of zo. Bijbaan? Snabbel, weet ik niet. Wat? Een snabbel, dat doet ze dan. Ik weet het echt niet. Ze studeert nog, denk ik. Ze zit nog op school, laat ik het zo zeggen. Bijbaan? Ze zal een bijbaantje hebben. Bij de Albert Heijn, als cashier. Business, iets in de business. Wat voor business? Management. Ik denk dat ze een assistent is. Assistent? Ja. Van wat? Van een groot bedrijf. Wat voor groot bedrijf? Noem maar. Een computerbedrijf. Deltaloid. We van een onderzoekje waren, maar we zijn eigenlijk van de Dutch YouTube Gathering. Met YouTubers. En Sophie Nielsink is een YouTuber met bijna 300.000 abonnees. Oké, dat is mooi. Oké, grappig, ja. En YouTube is de werk. Oké, doe ze goed dan. Volg jij Sophie zelf ook? Sorry? Volg je Sophie ook? Ja, af en toe kijk ik. Ja. Waarom? Gewoon, ik vind het leuk en zo. Wat vind je leuk aan haar? Nou, ze is heel grappig en zo. En ja, ze heeft ook een beetje een leuk accent en zo. Als je nou heel vaak die berichten hoort in de media van YouTubers die zijn arrogant of tijdvloggers en dat soort dingen. Wat is uw mening daarover? Ik vind tot de media erg snel gaat en tot het heel snel op de media komt. En dan hebben alle mensen hun eigen mening erover. Maar ze weten de punt niet wat daarvan is. En dat vind ik wel eens jammer. Tot er geen verder onderzoek naar gedaan wordt door de medemensen van ons allemaal. Nou mensen, dat was het alweer. De conclusie is gebreken dat Rotterdam Sophie niet heel erg kent. Maar ze schatten erin als iemand die in de administratie werkt of zoiets. Het kan allemaal. Over de giveaway. In de link in de beschrijving kunnen jullie een linkje vinden naar een giveaway toe. Daar kunnen jullie een reactie achterlaten. De origineelste reactie, die wint. En dan kan jij een goodiebag winnen of 2 keer een weekend. Dagkaart. Check zeker even de link in de beschrijving voor meer informatie. Als je daar beneden toch aan het rondspuren bent, volg mij ook meteen even op social media. Laat een like achter en abonneer op dit YouTube account. En dan zie ik jullie heel graag weer bij een nieuwe Raad de Tuber. Tot ziens. Doei. Droge intro. Toedels.